Ja, goed is het niet, maar... Eentje die er wel lastig mee had was Nico, hè? Ja, laat ze bovenaan staan. Staat heerlijk, toch? Ja, dat staat wel heerlijk. Dat is wel een tijd geleden, ja. Ja, we wisten wat we moesten doen. En, ik denk de eerste uur, dat was geen grote wedstrijd van onze kant, laat het duidelijk zijn. Maar de eerste uur zijn we 5-0 voor, dan doe je het goed. En ja, dan speel je gewoon de laatste half uur. Dan is wel jammer dat je dan 2 tegen krijgt. Maar we moeten wel blij zijn, we zijn hier, staan bovenaan. En dat is inderdaad heel lang niet meer gebeurd. Nee. Augustus was de laatste keer, dat was een paar uur. Hopen dat het nu wat langer is, hè? Nou, voor mij mag wel een paar maanden. Maar nee, dit is wat we moesten doen. Druk erop houden. En ik hoop dat PSV toch anders de wedstrijd in gaat morgen. Ja, denk je dat speelt bij hen? Ja, dat weet ik niet. Ze weten natuurlijk ook wat ze moeten doen. Maar al is het 1%, dat is genoeg, hè, toch? 5-2 oogt makkelijk. Was dat het ook? Zoals ik de eerste uur doe je het goed. Je speelt zeker niet groot, absoluut niet. Maar op een gegeven moment, na een tijd in de eerste helft, hebben we het iets beter voor elkaar. Dan krijgen we eigenlijk ook meer kansen. Maken we 2 en ja, dan maak je natuurlijk heel snel 3 goals in de tweede helft. En dan is het natuurlijk gespeeld. En, maar zoals je zei, dat is jammer dat je het tegenkrijgt. Maar het was, we deden wat we moesten doen. Het was geen grote wedstrijd van onze kant, absoluut niet. Maar ja, je kan ook weer een kunstgrasveld afschrijven dit seizoen natuurlijk. Daar ben ik wel blij mee, ja. Goed is het niet. Maar, Eentje die er wel lastig mee had, was Nico, hè? Ja, dat was, ik heb ook zelf een paar ballen gespeeld. Dus, het was aan onze kant niet best. Maar zoals ik zeg, als je met een uur 5-0 voor staat, dan heb je je ding gedaan en dan is het gespeeld. En mag je best wel wat lachen, want we staan bovenaan. Ja. Huntelaar, mooie mijlpaal, 100 goals. Ja, dat zag ik, ja. En dat is mooi. Mooi voor die meneer, moeten we zeggen. Dus leuk. Zegt hij dan nog van tevoren in het kleed van... Hey, jongens, geef die bal aan mij. Dan kan ik eindelijk even die 100ste maken. Nee, totaal niet. Volgens mij weet hij wel. Als hij hem krijgt, dan rost hij hem er wel in. Dus we hoeven niet extra op hem te letten. Hij scoort toch wel. Ja. Gaan jullie nou terug naar Amsterdam of nog ergens een hotelletje? We gaan lekker terug naar Amsterdam. Het is wel een eind. Een rotend, hè? Het is ver, ja. Het is heel ver. Maar goed, morgen iets later trainen. Dus dat is ook prima.